Ja, daar ben ik weer. Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe video. En wat voor een video. Ik heb vandaag gameplay van Call of Duty Ghost, maar daar ga ik het allemaal vandaag niet zo heel veel over hebben. Het is wel een cam, by the way. Een cam dom. Ja, ik wilde dom zeggen, maar het is natuurlijk Unnatted. En het is Dropzone, best wel leuke game mode. Maar daar is het allemaal niet boeiend. Jongens, het is echt weer een tijd geleden. Je hebt hier en daar nog een FIFA videootje gezien van mij. Maar het is tijd voor een fucking Call of Duty ding. Mooie kill daar opgepakt. Maar jongens, I'm gonna be back in business. Het is echt veel te lang geleden. Het is zo lang geleden dat het op een gegeven moment een gewoonte wordt om niks te doen. Het klinkt even heel stom, maar het is een gewoonte geworden om geen video's te maken. En dan wordt de stap om video's te maken wordt steeds ietsje groter. Omdat je gewoon die tijd aan andere dingen kan besteden. Maar vandaag is het zover. Ik ga gewoon een video maken. Ik ga dit inspreken. Ik ga eventjes lullen over van alles en nog wat. Over de stand van zaken, zeg maar. Niet hele lekkere connectie hier en daar. Maar dat maakt niet uit. Jongens, ik ben blij om gewoon video's te maken. Ik ben blij gewoon om weer terug te komen op mijn oude niveau en dan niet zozeer qua commentaries, niet zozeer qua video's, maar gewoon weer lekker veel video's, ongeveer eentje per dag, lekker de hele week door en gewoon lekker knallen, jongens. Ik wil gewoon weer terug. Het is een tijdje geleden dat ik een video echt weer had geüpload zoals een commentary en daar had ik het over van jongens, het gaat gewoon eventjes niet lekker. Ik heb geen baan meer, ik heb blablabla, bla, bla. Ik ga zus, ik ga zo, blablabla, bla, bla, weet je wel, en ik weet niet hoe het zit en ik heb er geen zin meer in. Zoiets was het ongeveer. Maar nu ben ik een stukje blijer. Ik ben een stukje meer opgewonden, zeg maar. En dan niet in de seksuele zin. Nee, jongens. Gewoon in de normale zin. Waarom? Ik heb gewoon weer werk. Al 2 weken bijna. Ja, zoiets. 1,5 weken ruim. Ben ik weer aan het werk. Ik werk nu in een belcompagnie. Het is geniaal. Het is echt super leuk. Ik vind het echt super, super leuk. Om lekker gewoon telefoons te verkopen. Mensen te helpen. Dat is voornamelijk wat ik doe. Gewoon helpen. Niet echt zozeer verkopen. Dat doe ik ook natuurlijk. Abonnementen afsluiten, blablabla. Maar gewoon, gewoon lekker mensen helpen. Lekker veel babbelen. En gewoon zorgen dat ze helemaal tevreden uiteindelijk de winkel uitlopen. Geniaal. Het is echt super leuk. Maar dat niet alleen, weet je. Ik ben blij dat het werkt. Dat ik dat ook echt leuk vind. Maar wat is nou gewoon het meest positieve, is gewoon dat ik gewoon weer werk heb. En dat ik gewoon weer gewoon lekker gewoon weer wat geld verdien. Zodat we gewoon weer boodschappen kunnen kopen. Zodat we rekeningen kunnen betalen. Jullie weten het wel op het moment, een paar weken geleden, dat ik gewoon er eventjes niet helemaal lekker in zat. I'm gonna be back, babies. I'm gonna be back. Ik ben gewoon echt blij. Want, weet je, Paul die had op een video gereageerd toen. Van Gio, vergeet niet dat uiteindelijk ook je passie bij het video's maken lag. En dat ik het niet helemaal moest gaan verslonsen. En dat ging op een gegeven moment wel gebeuren. Ik was op een gegeven moment een beetje alles kwijt, weet je wel. Ik had geen zin meer, nergens meer. En ik wilde gewoon, eigenlijk het enige wat ik wilde doen was weer proberen aan het werk te komen. En uiteindelijk is het zover gelukt. Ik had 1 sollicitatiegesprek nodig. 1 sollicitatiegesprek heb ik gekregen. Na 3 maanden werkloos te zijn. En na 1 keer op bezoek te komen. 1 keer lekker te babbelen. Is het uiteindelijk gewoon zover gekomen dat ik gewoon nu een 36-urige werkweek heb. Dus dat is gewoon super chill. Dat is wel gewoon weer, weet je, de toekomst die ziet weer een beetje brighter uit. Weet je wel, een beetje heerlijk. Dat is, kan je niet begrijpen hoe ik me voel, maar dat is gewoon super chill. Ik heb het echt naar mijn zin. De afgelopen 2 weken wel echt kapot moe geweest. Want het was echt van stilzitten, hangen en niks doen. Naar gewoon weer lekker werken. En dat was eventjes wennen. Ik ben nu redelijk geacclimatiseerd weer. Dus mijn poten kunnen het uithouden en alles. Het klinkt echt alsof ik er bijna helemaal doorheen zat. Maar weet je, je wordt gewoon niet meer fit. Je bent niet meer fit. In je hoofd ben je niet fit. Lichamelijk ben je niet meer fit op het moment dat je te veel thuis hangt. En ik begin dat gewoon nu weer te worden. En dat is gewoon chill. Dat is gewoon echt relaxed. Dus nu is de volgende stap, weet je wel, weer oppakken. Video's maken. Er zijn een heleboel mensen weggegaan. I don't care. Because iedereen die gewoon is blijven hangen, die is het gewoon ook gewoon waard, weet je. Dankjewel. Gewoon dankjewel. Vind ik super chill. Video die duurt niet super lang, maar ik ga gewoon lekker een dankbetoontje aan jullie, weet je wel. Dat jullie blijven hangen en de video's die wel online kwamen, al waren het er 1, was het er 1 per week of 1 in 1,5 week. Al was het FIFA, wat niet eens mijn originele content is, zeg maar. Weet je, jullie zijn er en jullie blijven en jullie wachten gewoon weer met smart. Ik heb genoeg berichtjes gehad van mensen die gewoon hoopten dat ik weer een videootje ging maken. Hier voor jullie deze video en ik ga gewoon weer gewoon lekker beginnen. Ik wil weer gewoon chill, weet je. Gewoon lekker terugkomen in dat ritme.
weer met mensen dingen gaan doen. Sowieso met Roy ben ik nog steeds dingen aan het doen. Erik misschien ook binnenkort. En kijken of we weer een beetje terug kunnen pakken. En uiteindelijk ook weer met Vissen, met Paul. Gewoon weer leuke dingetjes kan doen, weet je. Dat is wel iets wat ik heb gemist de afgelopen maanden. Gewoon het feit dat met Paul, met Vis, met Jeff, noem het maar op. Gewoon niet echt heel veel video's hebben kunnen maken. Leuke content hebben kunnen creëren. Zij nog wel hoor, daar niet van. Zij hebben nog hele geniale content gecreëerd. Maar niet in combinatie met mij. En dat mag niet, jongens. Dat mag niet. Nee, grapje. Nee, ik ben gewoon even heel blij. Dus vandaag is de video. Ik ben blij. Ik ben vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk. Zo vrolijk. Zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk. Zo vrolijk was ik nooit. Op de meest afschuwelijke manier kan je dat brengen. Maar dat maakt niet uit. Kemmetje binnen. Was eerst het potje trouwens die dag. En Ghost. Ik speel niet zo super super vaak. Maar als ik het speel is het wel af en toe leuk. En dan doe ik drops aan. Want dat is wel een beetje een leuke game mode. Ik heb zin in Advanced Warfare. Ik ben heel benieuwd. Beta ga ik downloaden zometeen van Destiny. Ga ik die ook even proberen. Misschien dat je er gewoon binnenkort weer wat dingetjes gaat krijgen. En bijna gaat mijn telefoon op de grond. En dan denk je, ja, dat maakt niet uit. Je werkt nu in de telefoonwinkel. Dus kan je weer een nieuwe. Nee, zo werkt het nou ook net niet. Maar ja, super chill. Ik ben blij. Hier verneukte ik elke keer die kills. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik weet niet, de game is bijna afgelopen. Dus ik zeg, jongens, ik ben blij. I'm gonna be back. Back in business. Vergeet niet te liken, jongens. Laten we weer gewoon wat leuks van maken met z'n allen. Daar doen we het voor. Ik zeg, laters.